Vanuit de centrale diensten is het zo dat we niet alleen ad hoc ondersteuning bieden en mensen ook helpen praktisch op weg zetten. Maar is het ook zo dat we vanuit bestuur en samen met bestuursraden toch wel een bepaalde strategie uittekenen en een concreet plan op papier neerschrijven over hoe we die doelstelling willen realiseren binnen welke termijn. En zo samen eigenlijk dat traject oppakken samen met de lokale directies en medewerkers. Maar ik ervaar het zo dat de meeste directies dat niet goed weten dat eigenlijk de bestuursraad het forum is waar dat zij eigenlijk bij betrokken worden, waarbij dat zij ook hun mening mogen zijn, waardoor dat er een beslissing naar boven komt. En ik vind dat directies dat niet altijd zo ervaren. Ondanks het feit dat wij toch willen inzetten dat zij mee partner zijn in de beslissingsboom. Ja. Om te vermijden dat we eigenlijk het doel dat we voor ogen hebben niet zouden kunnen bereiken, is het zo dat we recentelijk gestart zijn met projectmethode Broeders van Liefde. Daar gaan we eigenlijk projecten over een specifieke tijdsperiode en met specifieke doelen, die dan ook smart geformuleerd zijn, gaan we eigenlijk via de projectmethode die projectmatig en planmatig gaan aanpakken. Kan zowel binnen één specifieke sector zijn, maar ook voor grote sectoroverstijgende projecten, zoals het project Boekhoudpakket, project E-Way, project Sociaal Secretariaat, is het echt wel een meerwaarde om op die manier garantie te kunnen bieden dat we een bepaald doel realiseren. Ik denk dat het startpunt al sneller in een proces begint, in de projectmethodiek, dat je inderdaad de mensen samenbrengt en op die manier probeert al te benoemen van oké, waar willen we naartoe? Enerzijds de projectscope goed samen bepalen, maar daarnaast ook wel zeggen oké, wat hebben we nu nog nodig? Zeker in het kader van zorgapplicaties of applicaties, dat we eigenlijk op voorhand durven bepalen van oké, wat hebben we vandaag nodig? Wat komt er op ons af? We hebben de toekomst nodig. Meestal gaan we ook over lange termijn contracten. Dus dan moeten we ook een blik op de toekomst werpen. En dan is niet zozeer de gebruikte technieken of de technologie belangrijk, maar vooral langs onze kant dan toch. Wat ervaren de medewerkers als ondersteunend? En dat is een traject waar je een dialoog moet aangaan met al de vertegenwoordigers van de eindgebruikers in de voorzieningen. Een van de opdrachten die we hebben binnen de centrale diensten is enerzijds het aanbod dat we hebben naar bewoners, cliënten, voorzieningen en dergelijke meer. Anderzijds hebben we hier ook een rol in opdracht van het bestuur. En daar is het eigenlijk wel aangenaam om te voelen dat de afstand die er is tot de mensen van het bestuur, dat die eigenlijk heel kort is, dat die ook heel toegankelijk zijn. En dat we op die manier ook elkaar een stukje kunnen ondersteunen en er samen voor zorgen dat we onze doelen realiseren. Ook wel positief aan die projectmethodiek is dat je het voorspelbaar maakt. Dat je ook zegt van kijk, dit willen we doen binnen dit tijdsbestek. Uiteraard loopt het niet altijd zoals gepland. Er komen er vaak ook nog contextomstandigheden het pad gekruist waarbij je niet altijd rekening hebt kunnen houden of vergeten bent. Dat is ook de realiteit. Qua jobinhoud of functie of domein waarop dat we werken zijn we zo verschillend, maar ik hoop dat het met dezelfde vorm van inspiratie en motivatie en enthousiasme mag zijn.